Van vleuten naar een 5-sterren appartement in Istanbul. Voor de 7-jarige Jesse maakt het allemaal niks uit. Of het nu bij zijn vader of bij zijn moeder is, het is allebei thuis. Ja, gaan we maar vast. Lekker kruiden bijgooien. Glibberig, hè? De carrière van Jolante is net zo succesvol als die van Wesley. We hebben hier te maken met een super geëmancipeerd koppel. Maar als Jesse er is, schakelen ook zij direct om naar huisje, boompje, beestje en heerst er een traditionele werkverdeling. Goed zo, hoor. Wesley's rol in de keuken is bepaald niet noemenswaardig. Maar als je er lief om vraagt, is hij heus niet te beroerd om even zijn naam waar te maken. Papa? Ja? Wil je snijden? Ja. Snijden komt snijden. Vader en zoon Snijder zorgen voor het snijden. Maar Jolante heeft de broek aan in de keuken. Die witte mag je gewoon in blokjes doen. Niet te klein. En die paarse die mag je in dunne ringetjes voor de sla. Jullie laten mij die uien snijden, hè? Jesse, jij bent wel slim, hè? Daarvan gaan tranen, toch? Oh, dat is nu wel lekker, hè? Hé, Jess? Wil je ook snijden? Nee. Heb je veel champignons nodig of valt het mee? Nou, dat is wel goed. Hoppa. Hoppa. Champignonnen, die heb je ook lekker groot gedaan. Lekker. Dat is ook handig. Jolante is nogal een perfectionist. Zelfs als het gaat om plakjes champignon. Voor Wesley kan het de pret niet drukken. Samen koken, dat doen we eigenlijk nog liever dan uit eten. Want we staan liever samen in de keuken. Dan ben ik echt van het snijden. Want ja, koken kan ik niet. Ja, water. Maar. En ja, dat zijn voor ons gewoon de mooie momenten. En daar halen wij eigenlijk alles uit. Iedere dag luxe uit eten, het zou makkelijk kunnen. Maar met z'n drietjes lekker klooien in de keuken, dat is onbetaalbaar. Een beetje? Ja. Hoeveel balletjes moeten erop? 7. 7? Ja. Zo! Dan krijg je nooit op. 2, 3, 4, 5. 5. 6. 7. 6, 7. Ik moet echt blazen hoor, want het is wel heet. Jesse is niet zo'n aansteller, net zoals papa. Ben ik een aansteller dan? Ja. Ja. Hoezo? Altijd wat. Omdat je, als je wordt getackled, dan ga je nooit. Ja? En dan moet ik hem weer masseren. Niet thee maken. Ik kan niet opeens niet lopen. Wat heeft papa altijd? Zware benen. Ik heb zware benen. Kijk eens. Hoewel Jolante nooit.